Ruim 1% van het stroomverbruik van Nederland wordt door de treinen van NS verbruikt. Dat is veel, hè? Ja. Wij zijn al jaren met duurzaamheid bezig, want wij rijden elektrisch al sinds 1908. En sinds 2017 is ons huidige energiecontract ingegaan en rijden alle treinen ook nog eens op windenergie. Wij zijn het eerste land wat de trein op windenergie laat rijden. En we zijn ook daarmee echt een voorbeeld geweest voor andere landen, maar ook voor andere partijen. Zo zijn de Japanse spoorwegen bij ons langs geweest om te horen hoe hebben jullie dat nou gedaan. En we zien ook dat wat toen allemaal nieuw was, is nu eigenlijk een soort standaard geworden. Dus dat zie je echt dat dat dus een boost heeft gegeven aan die hele energietransitie. Maar we willen natuurlijk weer volgende stappen zetten. Het is gewoon nu een enorme vraag naar groene energie en de wereld staat natuurlijk best wel op zijn kop. Dus je moet heel goed kijken naar wat kan je nu wel en niet vragen in de markt. Dus daar een oplossing voor vinden, een passende oplossing voor vinden, is echt onze uitdaging van nu. En dat doen we door een paar dingen. Het belangrijkste is te focussen op zoveel mogelijk energie besparen. Dus minder energie verbruiken. En ook wat we doen is onze daken en onze gronden die we hebben, kijken of we daar zelf stroom kunnen opwekken. Nou, dat zijn volgende stappen. Een mooi voorbeeld vind ik wat we met energie besparen doen is de Roltijd-app. Die is speciaal ontwikkeld voor onze machinisten. En op hun tablet kunnen ze dan zien wanneer ze kunnen stoppen met elektriciteit verbruiken. En dan precies op tijd het station binnenkomen rollen. Nou, en daarmee kunnen we wel bijna 10% van onze energie besparen. Ja, als reiziger is de keuze met welk vervoersmiddel je gaat is heel belangrijk. Als jij de trein pakt in plaats van auto, in plaats van vliegtuig, dan bespaar je heel veel CO2-uitstoot. Maar ik denk dat je steeds meer mensen hebt die zich bewust zijn van wat voor invloed ze zelf hebben. En je ziet het nu gewoon continu. Extreme hitte, droogte, regen, stormen. Dus we ondervinden het echt aan de lijve dat er iets moet gebeuren. En dat merk je toch bij steeds meer mensen. Dat bijvoorbeeld, op vakantie met de trein. Hé, dat is eigenlijk best een goed idee. En dat hoor ik nu steeds vaker dat mensen dat overwegen en doen. En ik vind het heel gaaf om samen met heel veel andere collega's die transitie door te maken. Dus het voelt echt alsof we een verandering op gang brengen.